Assalamu alaikum beste broeders en zusters. Wees welkom vandaag bij de tweede les alweer van de Leer de Koran in 10 lessen serie. We gaan het vandaag hebben over de letters die worden geschreven in het begin, in het midden en aan het einde van een woord. En de uitspraak uiteraard hiervan. Zoals jullie zien wordt de letter Elif... Zowel in het begin als in het midden als aan het eind hetzelfde geschreven. Want de letter Elif is een letter dat nooit wordt vastgeschreven aan de letter dat na hem komt. Oké, okay. jullie zien nu ook schuine leesteken bovenop de letter, een schuine leesteken onder de letter en een kleine letter wow als het ware bovenop de letter Elif. Dat zijn de leestekens. De, le de leesteken erboven wordt de Fetha genoemd. Leesteken onder worden kesra genoemd. En de leesteken boven, een kleine wauw als het ware, wordt de leesteken damme genoemd. De vetha betekent dat we onze mond openen op het moment dat we die uitspreken. Wat is dat, de vetha? Maar ook de kesra en ook de damme. Dit gaan wij uh, veel dieper bespreken in les 3. Maar voor nu in het kort. Als een letter een vetha heeft, een schuine streepje boven. Komt er een letter E of een A achter de eerste letter van de Arabische letter? Wat bedoel ik daarmee? Bijvoorbeeld, de letter B is makkelijker om te begrijpen. De letter B. Op het moment dat hij een streepje boven heeft, dan komt de letter E, omdat het een lichte letter is, achter de eerste letter van het Arabische letter. Wat is de eerste letter van het Arabische letter? De B. We zeggen B, of de letter Del bijvoorbeeld. Er zijn in totaal drie letters: de D, de E en de L. Del, maar de eerste letter van deze drie is de letter de. Daarachter komt de E of A op het moment dat hij een schuine leesteken erboven heeft. Bij de letter Elif is dat niet het geval. De eerste letter verandert meteen omdat de Elif begint met de E. Als het een zware letter zou zijn, zouden we zeggen A, dat is het niet, het is een lichte letter, dus we zeggen E. Op het moment dat hij een Kesra heeft, een streep onder, komt er een I achter de eerste letter van het Arabische letter. Bij de letter Elif hebben we dat weer niet. Het is dus of E of I, als de letter Elif een Kesra heeft. Dan hebben we de Damme, dat is de Oe-klank die erbij komt. ...achter de eerste letter van het Arabische letter. Nou Bij de Elif hadden we dat niet. Dus het is of E met een Fetha... ...of I met een Kesra... ...of U met een Dambe. Laten we doorgaan met B. Daar is het veel duidelijker. De B wordt in het begin op die manier geschreven... ...in het midden zoals hij hier ook in het midden staat geschreven. En op deze manier op het moment dat hij aan het eind van een woord komt. We zeggen B. Er komt een E achter de B... De letter B op het moment dat hij een kesra heeft. Een I achter de letter B. En bij een dhamma de letter U achter de eerste letter van het Arabische letter. In dit geval weer de B. Boe. En we gaan door. Het kan zijn dat dit een beetje ingewikkeld is. Spoel daarom ook zeker terug. En probeer deze video's niet te bekijken alsof je een serie zit te bekijken. Maar meer een les aan het bekijken bent. Want dat is het ook. Pak je pen. Pak je schrift, druk regelmatig op pauze, spoel terug, probeer het te herhalen, probeer het te noteren. En probeer op deze manier, inshallah, deze lessen te volgen. De letter T in het begin, in het midden en aan het eind. T, T, TOO. Wat heel erg belangrijk is, is dat we bij de fetha onze mond gaan openen. T, niet te, te, T. Ook bij de T is het belangrijk dat onze kaak omlaag gaat. T, T. En bij de damme toe, gaat onze lip, gaat onze, uh, gaan onze lippen in de vorm van een rondje naar voren. Toe. Dit gaat veel dieper besproken worden inshallah in de les hierna. De letter th. Zoals jullie kunnen herinneren was dat een lispolletter. Waarbij de uiteinden van onze tong tegen de onderkant van onze boventanden kwamen. Tha. Met een kesra, kesra wordt dat thi. En met de dhamma wordt dat thu. Thu. Tha. Thi. Thu. De volgende letter, de letter jim. Zoals jullie zien wordt die op deze manier geschreven in het begin van een woord. In het midden. En aan het eind. Let daar vooral op. Want tijdens het lezen van de Koran zitten deze letters alleen maar in woorden. Waardoor je niet elke keer deze letter gaat zien. Maar heel vaak de letter Jim op deze manier. J Ji, JU De letter H. Dat is een keelletter, zoals jullie nog kunnen herinneren. komt uit het middengedeelte van onze keel. Het is een lichte letter, dus we zeggen niet H, maar ha. ha. Ha, hi, Ho. Volgende letter. Het is een zware letter. Ga. Een zware letter betekent niet alleen maar dat er een A achterkomt, maar ook heel belangrijk om te weten dat de achterkant van je tong omhoog gaat. Ga, gi, gu. De letter del, waarom is deze in het blauw? Want dit is een letter dat niet vast geschreven wordt aan de letter erna. Daarom is die in het begin hetzelfde, in het midden hetzelfde en ook aan het eind hetzelfde als die in een woord wordt geschreven. De, di, du. Volgende, de letter ZEL, precies hetzelfde als de DEL, ook in het blauw, wordt ook nooit vastgeschreven aan de volgende letter. ZE, ZI, ZU. Er komt een E achter, omdat het een lichte letter is. Waarachter? Achter de eerste letter van het Arabische letter. Arabische letter, hoe heette deze letter? ZEL, maar we gebruiken alleen maar de Z, alleen het eerste letter. En daarachter komt de e, de i en de u. De letter ra, ook bij de letter z. Deze letters worden niet vastgeschreven aan de letter erna. Ra, ri, ri is een lichte letter. Ru is een zware letter, ook bij de letter ra, want de letter ra is een lichte letter, welke soms zwaar wordt uitgesproken. Hij wordt in ieder geval altijd zwaar gesproken of uitgesproken op het moment dat hij een vetha, dus een streep boven, of een dambe heeft. Een soort wow op zichzelf heeft. De letter Z, zoals jullie nog kunnen herinneren, de uiteinde van onze tong tegen de middenkant van onze onderste tanden. Z, zie, zu. De letter Sin, precies uit dezelfde plaats als de letter Z. De Sin wordt op deze manier geschreven aan het begin van een woord. In het midden van een woord en aan het eind van een woord. c, si, su. Een scherpe letter. Voorkant van onze tong, uiteinde van onze tong tegen de middenkant van onze ondertanden. De letter shin, zoals jullie kunnen zien, hebben ze als het ware tandjes. Bij de letter se heb je dat niet. En deze letters worden wel vaak door elkaar gehaald. Op het moment dat je niet meer weet... Om welke letter het gaat, kijk dan naar de tandjes eronder. In het begin van een woord, in het midden van een woord, aan het eind van een woord. Hoe werd de letter sheen uitgesproken? De middenkant van onze tong naar boven toe. She, she, shoe. Let heel goed op bij de vet haar mond open. She, she. Kijk omlaag. Shoe, lippen naar voren. De letter Sade komt uit dezelfde plaats als de letter zee en de letter see uiteinde van je tong tegen de middenkant van je onderste tanden. Het is alleen een zware letter, dus niet alleen maar de voorkant van de tong gebruiken uiteinde, maar ook de achterkant van je tong gebruiken. Hoe? Wat moesten we doen als een letter zwaar was? Hem met een a uitspreken, maar ook de achterkant van onze tong omhoog duwen als het ware. Sa, si, su, sa, si, su. Alleen het zeggen van sa is niet goed. Sa, so, Ook de achterkant van je tong. Omhoog. <coughs> ja. <coughs> zijn we gekomen bij de moeilijkste letter van het alfabet. De letter. Daade. Daade. Hoe spreken we dit uit? Laten we eerst kijken. Hoe hij wordt geschreven in het begin, aan het midden en aan het eind. De letter. Daade. De zijkant van onze tong. Als je mijn hand ziet als je tong. De zijkant ervan komen tegen je rechterkiezen aan. Het mag ook tegen je linker kiezen. Het mag ook tegen beide kiezen tegelijkertijd aankomen. Vaak wordt echter de rechterkant gebruikt. Jullie zijn hier vrij in om te kiezen. Het is een zware letter. Dus we zeggen niet alleen maar da. Maar ook da. De achterkant van je tong gaat ook omhoog. De meest gemaakte fout hierin is dat er wordt gezegd dat het lijkt op de letter za. Dat het tussen de da en de za in is, dat is het niet. Het is de letter daad en dat spreek je ook zo uit. Waarom niet? Want de za, de wa, welke we straks gaan leren. We weten dat de mahradj, we weten dat de uitgangsplaats van de letter wa tegen de onderkant van onze boventanden zijn. Het is ook niet de letter del met een a erachter. Dat we zeggen da, want daarvan is de mahradj, dat de uiteinde van onze tong. Op de plaats komt waar onze boventanden in ons tandvlees gaan. De letter baat is heel ergens anders. Het is bij jou kiezen helemaal achteraan met de zijkant van je tong en niet de uiteinde van je tong. Dus de letter baat. Dit moeten we heel goed oefenen en ook laten controleren bij een van de Koran-docenten bij jullie in de buurt. Heel belangrijk om te weten, deze lessen zijn geen vervanging van de Koran-docenten bij jullie in de buurt. Dit dient enkel ter ondersteuning. Want ik vertel dit nu, jullie gaan dit proberen na te lezen thuis, maar er is niemand die jullie kan controleren of jullie het daadwerkelijk ook juist uitspreken. Ba, di, do. Aangekomen bij de letter ta, komt uit dezelfde plaats als de letter del en de letter te. Uiteinde van je tong, daar waar die boventanden in je tandvlees gaan. Het is een zware letter, dus we geven een A-klank erachter en de achterkant van onze tong gaat ook omhoog. Ta, tri, tu. Ta, tri, tu. Dit wordt ook vaak, nou ja, vaak, soms verkeerd gelezen, doordat er wordt gezegd dat het uitgesproken moet worden als de DA. da, da, tri, tu.

Uiteinde van je tong tegen de onderkant van je bovenste tand. Het is een zware letter. We krijgen een A-klank en de achterkant van onze tong gaat omhoog. Wa, Wi. zoe. Wa, Wi. zoe. Volgende letter: de letter Ayn. ook een moeilijke letter. Wordt ook vaak verkeerd gelezen door mensen die. Heel goed hun best willen doen om de letter a in zo goed mogelijk uit te spreken, omdat ze aan anderen soms willen laten zien dat ze de Arabische taal machtig zijn, wat resulteert in een, uh, ja, een grote fout. A a. Het is een lichte letter, dus we zeggen niet a, a maar a. Rij. Zoals jullie kunnen zien, wordt hij in het midden van de letter heel anders geschreven dan zijn eigen vorm. Let daar heel goed op: de letter a. a, a i, O, ik zal een voorbeeld geven van mensen die het verkeerd doen. Die zeggen bijvoorbeeld... In... Poi... Poi. Dan denken ze hoe meer je drukt op de letter I, hoe beter. Dat is het zeker niet. De letter I is een lichte letter en het moet vlekkeloos gaan voortvloeien. In toi. Eri. De letter gojen. De volgende letter. Is een zware letter waarbij ook weer de achterkant van onze tong omhoog gaat, Gad. Ri. ROE. Net als de letter ga aan de bovenkant van onze keel. Volgende letter. De letter fe, is een lichte letter. We hebben gezegd dat het lucht moet gaan voortvloeien. Met een ga lezen we hem als fa, met een kesra, fi, met een damme de fu. Fa, fi, fu. De letter qaf is een zware letter, ook weer een tongletter, waarbij de achterkant van onze tong schuin omhoog gaat als het ware. Ka, ki, qu. De letter erna kef is een lichte letter. Dat is iets meer naar voren, richting je tanden toe. Ten opzichte van de letter Qaf, De ke, Ki en de Koe. <coughs> de letter Lam. La, Li, Loe. De letter Miem. Me, mie, Mi. Moe. Nogmaals, let heel goed op de manier hoe ze wordt geschreven. Aan het begin, in het midden. En aan het eind van een woord. De letter NUN, ongeveer dezelfde uitgangsplaats als de letter lam en de letter RA. Gedetailleerdere uh, Magharic, dus uitgangsplaats van letters, gaan we inshallah later behandelen. Waar is de uitgangsplaats? Iets achter de boventanden, puur en alleen tegen het tandvlees aan. De letter NE, NI, NU. Dan hebben we de letter wow, is een lipletter. W, wie, Wu. Onze ene laatste letter, de letter he, heel goed opletten, wordt op uh, bijna vier, vijf verschillende uh, manieren geschreven. Deze twee, dit is de manier hoe hij wordt geschreven op het moment dat hij apart geschreven wordt. Aan het begin van een woord, in het midden en aan het eind van een woord. He, he, Heel goed opletten, hier wordt vaak de fout gemaakt dat het wordt gelezen als de letter HE. Dat er wordt gezegd HE, HI, Hoe. Dat is niet goed. HE, HI, Hoe. En de laatste letter, de letter JE. Wordt ook op verschillende manieren gelezen of geschreven met twee puntjes aan de onderkant. JE, J, en de U. Dan gaan we nu door en gaan we kijken. Naar de letters welke niet worden vastgeschreven aan de letter erna. Dat is de letter elif. Vandaar dat ze ook in het begin, midden en aan het eind hetzelfde worden geschreven. De letter del is zo. De letter zel. De letter ra. De ze. En de wauw. Deze letters worden nooit vastgeschreven aan de letter erna. Wel kunnen zij vastgeschreven worden aan de letter ervoor. Dit zijn de zware letters, dus letters waarbij een A klank komt op het moment dat ze een vetha hebben, een schuine streepje aan de bovenkant. De letter ga, saad, bad, pa. Wah. Ra, de goin en de kaf. Laten we de voorbeeld geven met een vetha. Cha, sa. da, pa, wah, ga, en de a. Laten we tot slot kijken naar sommige uitzonderingen. Letters die in principe licht zijn, maar soms ook zwaar worden uitgesproken. In dit geval is dat de elif op het moment dat hij een zware letter gaat verlengen. Deze verlengletters gaan we inshallah behandelen in les 5. Qa le. Hier hoor je qa. Het tweede gedeelte van qa. Maar nogmaals, laat dit er niet voor zorgen dat jullie nu door de war gaan uh, raken. Dit gaat komen inshallah in les 5. Tijdens de verlenging is die zwaar. Qa. De letter lam wordt alleen maar zwaar uitgesproken op het moment dat hij in het woordje zit van de naam van Allah. Zoals jullie kunnen zien, staat hier Allahu. Als de letter voor deze lam in het midden. Een fetha of een damme heeft, dan wordt deze letter lam zwaar uitgesproken. Dus dan zeggen we Allah. Terwijl de letter lam altijd als la wordt uitgesproken op het moment als hij een fetha heeft. Als hij een fetha heeft, de letter dus voor deze lam, wordt deze letter lam zwaar uitgesproken. Allahu. Als de letter ervoor een Damme heeft, wordt deze letter weer zwaar uitgesproken. Bijvoorbeeld: Rasulu Let op: Lu. Rasulullah. Of Rasulullah. De letter Lam wordt zwaar uitgesproken. Rasulu Omdat de letter voor Allah een damme heeft. Rasulullah. Als de letter ervoor een kesra heeft, dan blijft de lem gewoon licht. Zoals in het voorbeeld, billahi. Dan zeggen we niet billahi. En tot slot, de letter ra is altijd licht, tenzij hij een fetha of een dhamma heeft. Dus een schuine streep boven of de soort letter wau aan de bovenkant heeft. Zoals in dit geval, ra, Tot slot wil ik iets uh, Vertellen, we kunnen nu misschien denken de letter ra is licht, maar hoe kan dat dan? Bij de fetha en bij de dhamma zeggen we ra en ook roe, maar ri is toch gewoon ri? Hoe kan ik de letter ri licht uitspreken? Nou, wat maakte een letter zwaar? Dat hij een a klank kreeg op het moment dat hij een fetha had, maar ook dat de achterkant van jouw tong omhoog ging. Dus wanneer we ri zeggen, zeggen we niet Rui, maar RI, RI, RI. De achterkant van je tong blijft omlaag. Mogen Allah Azawajal, inshallah, deze les van nut laten zijn? Ons van diegenen laten zijn die deze letters vlekkeloos op dit moment hebben gememoriseerd, weten hoe deze letters in het begin. In het midden en ook aan het eind worden geschreven. Schrijf dit ook zeker op in een schrift die je eventueel speciaal gaat aanschaffen voor deze lessen. Wat uh, voor altijd zal bijblijven bij jou. Bij de volgende les gaan wij inshallah de leestekens behandelen. Dus de Fetha, de Kesra en de dhamma, Wat we vandaag deels hebben behandeld. Inshallah, tot de volgende keer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.